Dag iedereen en welkom bij mijn kanaal. Mijn naam is Stijn en vandaag gaan we het hebben over stroom. Nu, in het vorige filmpje hadden wij besproken wat een spanning was. Een spanning gaan wij gaan creëren door tegengestelde ladingen van elkaar te scheiden. Een batterij bestaat bijvoorbeeld uit twee aparte deeltjes met langs de ene kant meer negatieve ladingen en aan de andere kant meer positief geladen deeltjes. Dat is een vorm van potentiële energie. Indien we die energie willen benutten, kunnen we een kabelverbinding gaan leggen tussen de twee contacten. Dus in dit geval tussen de twee vaten. Dus wat zien wij nu? We zien dat het vat met positieve geladen deeltjes is verbonden met het vat met de negatieve geladen deeltjes. En de positief geladen deeltjes kunnen dus naar het vat met de negatieve geladen deeltjes en omgekeerd. Dit noemen we een elektrische stroom. De elektrische stroom die zal dus door onze geleider gaan en die wordt bepaald ook door de dikte van de geleider. De dikte van de geleider gaat bepalen hoeveel deeltjes er tegelijk door die geleider kunnen gaan vloeien. Nu, we spreken hier over transport van langs de ene kant negatief geladen deeltjes, dus de min deeltjes die naar de pluskant willen gaan, en de plusdeeltjes die naar de minkant willen gaan. Wij zullen altijd gaan spreken over conventional current, conventionele stroom, waarbij de stroom vloeit van de pluskant van de batterij naar de minkant van de batterij. Nu, online kun je ook een andere denkwijze gaan tegenkomen, en dat is dat de mindeeltjes naar de pluskant vloeien. Dat noemen we electron current, maar dat is bij ons, bij deze cursus, is dat niet aan de orde. Wij gaan altijd beschouwen dat stroom van de pluskant van de batterij naar de minkant vloeit. Dus transport van positief geladen deeltjes.